En ik verheug me op Angela Schijf. Ze speelt de hoofdrol in een spannende thriller over een duister familiegeheim. Angela, heb jij nog geld? Je woont in België natuurlijk, maar heb je daar een beetje geld uitgegeven om de economie te stimuleren? Nou, ik heb eigenlijk een beetje het voorbeeld van meneer Zijlstra gevolgd. En ik heb ook een leuke plek in Amsterdam gekocht. En ben daar aan het klussen geweest. Iedereen is goed bezig. Jij ook nog, Arnold? Angela Schijf kennen we vooral van de hitserie Flikken Maastricht. En nu speelt ze de hoofdrol in de thriller Daglicht. En ik mag al verklappen dat ze daar in haar leven niet zeker is. Er staat een man in de tuin. Waar? Daar achter in de tuin. Zo spannend kan een deurbel zijn. Vind jij het nog spannend om er naar te kijken of niet? Kan je nog meegevoerd worden door het verhaal? We hadden afgelopen maandag première en toen zat ik er even helemaal niet in. Door alle stress er rond. Dus ik wil nog wel een keertje mij even mee laten voeren. Ja, welke stress inderdaad. Het slaat totaal nergens op. Maar dat gaat dan over dat het toch een eerste toonmoment is wat je hebt gemaakt. En waar je zelf eigenlijk heel trots op bent en achter staat. En dat je dat dan laat zien aan een bomvolle zaal. En dan zit je tussen de mensen die het voor het eerst zien. En dan luister je, denk ik, ademloos naar iedere zucht en precies, lach. Precies, ja. En mijn man zat naast me en die is net geopereerd. En als hij dan aan zijn knie zat, dacht, oh, en die heeft pijn. Oh, en daar is iemand aan het praten, die is niet aan het opletten. En nou ja, weet je, dat soort geneuzel. En wat waren de reacties over het algemeen als je luistert naar die zaal? Nou, die waren heel erg goed. Heel positief. Ben ik heel blij om dat de mensen die al zijn geweest in deze eerste dagen, dat hij nu in de bioscoop draait, die zijn laaiend enthousiast. Dus dat is een geruststelling, kan ik me voorstellen. Je speelt Iris, een advocaat. Misschien kan je ons kort vertellen waar het over gaat. Ja, zonder alles te verklappen. Natuurlijk. Zonder alles te verklappen. Zij is advocaat, alleenstaande moeder, vrouw van deze tijd. Probeert alle ballen hoog te houden eigenlijk, zoals we dat wel meer zien en kennen. En op een gegeven moment komt zij erachter dat zij een broer heeft, een oudere broer. Dat is natuurlijk al best gek als je dat 30 jaar lang niet hebt geweten. En die broer die blijkt vast te zitten in een TBS-kliniek. Die is veroordeeld voor een dubbele moord. En blijkt ook nog eens zwaar autistisch te zijn, ja. En dat is eigenlijk het begin van meerdere geheimen die aan het licht komen. Mm. En ja, voor haarzelf, weet je, als je hele wezen op mysteries is gebaseerd, wie ben je dan nog eigenlijk? Ja. Heb je er ooit over nagedacht, zeker toen je hiermee bezig was, of je misschien een familiegeheim had? Ja, daar ben ik wel mee bezig geweest. Nog ergens achtergekomen? Als dat zo is, dan blijft dat in ieder geval binnen de familie. Dat blijft nog een geheim. Je zegt, Iris is een vrouw van deze tijd, dus dat klinkt alsof je jezelf herkent in haar. Is het zo dat de vrouw die zij is, lijkt op wie jij bent in het echt? De overeenkomsten zijn zeker wel de tweedeling van een carrière hebben en ook nog voor kinderen willen zorgen. De druk van deze tijd, van vrouwen. Want je hebt drie kinderen? Ik heb drie dochters, ja. Drie dochters. Hoe oud zijn ze? Ja, denk ik. Ja, ik zit het me helemaal voor te stellen. Toch, want je hebt ook een babytje. Ja, er is net één geworden. De jongste is één en dan nog eentje van 8 en eentje van 6. En dan gaat mama in één keer een paar weken van huis om te draaien voor een film? Ja, mama gaat wel vaak van huis, ja. Ze zijn het gewend. De jongste sleep ik overal mee naartoe. Ook naar de set nu? Ja. Als je naar Iris kijkt, naar die rol die je nu hebt gespeeld. Je hebt vaker in films gespeeld, maar deze hoofdrol. Bracht dat een soort nieuwe dimensie met zich mee? De druk ook voor jou om dat waar te maken? Ik heb het niet echt als druk ervaren. Maar ik realiseerde me wel dat dit voor het eerst in mijn carrière was. Dat ik echt een dragende rol in een speelfilm voor mijn rekening. En daar ervaar je geen druk bij? Nou, weet je wat het is? Ik doe gewoon wat ik het liefste doe. En daar krijg ik eigenlijk alleen maar energie van. Dus als ik op zo'n set sta, dan ben ik als een blij kind zo gelukkig. En ik neem dan gewoon mee wat ik krijg van alle mensen rond mij. En dat is eigenlijk heerlijk. Kun je nog leren? Absoluut. Absoluut. Wat heb je nu geleerd bij deze opnames? Wat heb ik nu geleerd? Om
nog meer naar binnen te gaan dan anders, denk ik. Wat is naar binnen gaan? Nou ja, als acteur ben je natuurlijk heel erg bezig met emoties. En je wil dat allemaal voelen. En soms kan je daar misschien een beetje in verkrampen. Hè? Dat je te graag wil voelen. En nu heb ik het nog meer laten gebeuren dan anders. Dat ik me echt heel erg over heb gegeven aan de regisseur. Maar ook aan tegenspelers als Svetja van Huet, Monique van de Ven. Grote namen ja, om mee absoluut, te spelen. Absoluut. Leer je nou ook van hun? Zeker weten. Zeker weten. Wat, ja, nou ja, je merkt heel erg dat ieder zijn eigen manier heeft om ergens toe te komen. Monique en ik namen echt afstand op de set, omdat onze relatie als moeder en dochter, zij speelt ja. Mijn moeder, is ook niet zo goed. Heel kil. Heel kil. En dat zij had dat meer nodig dan ik, bijvoorbeeld. Om ook als je niet aan het draaien bent, echt een beetje dat je leeft je zo vasthoudt. In dat je dus inderdaad buiten die vervelend opnames tegen elkaar doet. Ja. Nou ja, eigenlijk wel. Of elkaar toch een beetje meid. Je denkt, ja, ik wil jou nu niet te aardig vinden op dit moment. Echt? Ja. En ik merkte dat ik bij Fetja heel... Hij speelt jouw broer. Hij speelt mijn broer. Doet hij wonderbaarlijk goed. Een autist ook. En dat ik daar ook een beetje niet angstig van werd, maar onzeker. Dat ik denk, oh, dit is zo broos. En ja, je verwoordt toch een beetje je personage als je bezig bent. Zou je dat wat Fetja doet, je helemaal laten gaan, je helemaal overgeven aan een ja, onaantrekkelijk figuur in alle opzichten, zou je dat ook kunnen? Al die ijdelheid laten varen en echt iets vreselijks spelen? Dat is wel iets wat denk ik voor iedere speler lonkt. Dat een rol die hij, wat hij nu heeft moeten doen, dat is natuurlijk zo extreem. Maar je bent natuurlijk ook een mooie vrouw die we op de rode loper zien en dan in één keer ben je een of ander kwijlend beest. Ja, maar ik heb niet of je dat zou veel willen. Moeite om lelijk te zijn. Ja, daar zou ik geen zou probleem je dat willen hebben. Ook? Zou je dat zien als een soort volgende stap in de ontwikkeling? Ja. Ik zou daar absoluut oren naar hebben. Nou, zijn er ook rollen die je niet zou willen spelen? Dat weet ik niet. Ik heb daar nog nooit... We vinden het altijd natuurlijk leuk om juist hele nare dingen te spelen, nare mensen. Maar je hebt geen principiële bezwaren nou, tegen... Het eerste wat mij dan te binnen schiet is als je dan nare dingen met kinderen zou moeten doen. Ik weet niet of ik daar die grens dan over... Dat is misschien een soort... Dat je niet wilt verplaatsen in een andere pedofiel of zo. Ik denk dat een grens is die ik niet over kan. Gewoon met dat mijn lijf ook niet mee gaat werken. Je hebt deze film gezien, Daglicht? Ja, gisteren. Spannend? Ja, maar ik vond het een zware film. Die jongen die de autist speelt, die speelt gewoon heel overtuigend. En dan, ik had een beetje gehoopt, want ik had helemaal geen recensie wat nou gelezen. Gewoon op een leuke film, om een beetje te ontspannen. Beetje ontspannen op de zaterdagavond. Halverwege dacht ik, jezus, dat is toch wel heel even heavy. En ik ben helemaal niet thuis in die wereld. Maar dat overheerst zo ontzettend. Eigenlijk zijn autisten heel erg introvert, maar ze overheersen de hele wereld om zich heen. En dat benauwde me wel een beetje. Ja. Dat klinkt goed. Maar ja, jouw rol was goed, hoor. En ik vind het ook een maatschappelijk probleem eigenlijk, omdat er heel veel mensen het misten. Krijgen het simpel autisme. Dus het is heel goed dat soort films zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ja. Maar, geen lichte kost op de zaterdagavond. Nee, dacht je niet. Ja, ik kijk bijna oorlogsfilms, maar dan heb ik dan toch niet de oorlogsfilms dan zoiets. Hij moet ook even de horeca in naar die film. Even bijkomen. Je had het net over je man, dat hij naast jou zat bij de première. Wij kennen jou uit Flikken Maastricht en hij heeft zelfs ook een rol ingespeeld, namelijk als lijk. Ah ja. Charmante lijk. Is hij thuis ook een boef? Af en toe wel. Je woont al jaren met hem in Antwerpen. Kan je daar ook werken?
Ik werk daar niet zo heel veel. Je blijft altijd de Hollandse. Dus die rollen zijn sowieso al wat... beperkt, een beetje een niche rol. Ja, ja, het is, ligt niet voor het oprapen. En ja, het gaat hier nog te goed eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk druk hier in Nederland en dat vind ik ook fijn. En België is echt het thuisland. Dat is jouw thuisland? Nou ja, zo voelt het wel. Ik kom daar thuis, ja. Grappig. Ja. Je klinkt nog zo Nederlands. Ja. We hebben een tijdje geleden hebben we, de PVV-politicus Dion Graus hier op de bank gehad. Hij wilde heel graag een rol in Flikken Maastricht. En in ruil voor die rol heeft hij zijn haar hier op de bank laten afknippen. Maar ik heb hem nog niet gezien als Animal Cop. Ik geloof dat dat ook een stille dood is gestorven. Hij is niet langs geweest. Ja, ja, daar kwam toch enigszins een beetje verzet vanuit de hele ploeg. En mensen die daar ook wat over te zeggen Arme hebben. Arme Dion. Dus, ja, ja, hij is niet langs gekomen. Zou jij een rol willen, Arnold? Tussendoor? Ja. Dan moet je wel ik ben wel acteur geweest in een musical in Canada. Met Jasper Story. Kijk eens al. Ja, musical acteur? Yes, de Cornaby show in Jasper City of zo, weet ik. En dat was in de jaren 70, ja. En dat was de enige openlucht musical in heel Canada. Daar heb ik weken in gespeeld. Ik heb ook een hoofdrol in een musical gespeeld, maar dat was helaas op de lagere school. En verder dan was het gekomen. Ja, ik dacht al, wat maak ik hier mee op de bank? Ik ben er niet voor in de wieg gelegd, hoor. Dus ik waardeer de mensen en ik ben gewoon te eigen gereid om het te kunnen verplaatsen in überhaupt iemand anders karakter. Dus, maar het was een hele leerzame periode. Experience.